Het weerbericht voor donderdag 17 maart 2022 voor boerenbusiness. We zijn over de helft van maart en die is tot nu toe heel erg droog verlopen. Er zijn zelfs plekken in Nederland waar nog geen uh, millimeter aan regen is gevallen. Nou, de natste plekken die krijgen ongeveer tot nu toe zo'n 6 tot 7 millimeter, maar dat is natuurlijk behoorlijk droog en uh, het blijft ook voorlopig aan de droge kant op groot, uh, in grote delen van Nederland. Als we kijken naar de weerkaart, dan zien we dit uh, weekeinde die gaat komen, toch wel een ja, behoorlijk krachtig hoge drukgebied boven de Noordzee. Geleidelijk aan richting Denemarken en dat gaat nog wat in intensiteit uh, opbouwen. Luchtdruk uh, kan stijgen tot maar liefst 1050 hectopascal. Dat zorgt ervoor dat storingen hier op een wijde afstand van ons blijven, van heel West-Europa. En uh, ja, voorlopig zal het ook wel droog blijven. Al zijn er hier en daar wel wat alletjes onder het gras, bijvoorbeeld aankomende zondag, dan zien we vanuit het zuiden boven Frankrijk ontstaat dan een klein lage drukgebiedje. Daar zou wat regen bij kunnen gaan zitten. En dat zou mogelijk uh, zondagmiddag België kunnen bereiken. En ook uh, het zuiden en zuidwesten van Nederland. Met ook wat bewolking. Verder naar het noorden toe lijkt het wel droog te blijven. Moet u die situatie nog even in de gaten houden, want het zit nog niet bij alle weermodellen in de verwachting. Het beeld voor een groot gedeelte is gewoon uh, droog. En dat zal voorlopig ook zo blijven. En we zien ook op de langere termijn. toch wel een behoorlijk grote dagelijkse gang. Dat betekent een groot verschil tussen de dagtemperatuur en de nachttemperatuur. Dat betekent dat er brede opklaringen zijn. Dat zien we nog wel tot ver in volgende week aanhouden. Het wordt overdag zelfs nog wat warmer in de loop van volgende week. Dan kunnen we misschien wel uh, naar uh, ruim 15 graden gaan. Op sommige plaatsen 18 graden. Maar de nachten die blijven toch wel behoorlijk koud verlopen. Open. We zien hier toch wel uitschieters dus richting het vriespunt. Op uitgebreide schaal verwacht ik ook volgende week nog wel grondvorst. Dat heeft vooral ook te maken, de bodem is best droog aan het worden. Ja, als er weinig vocht aanwezig is, eh, dan kan het makkelijk afkoelen. Want als er veel vocht in de bodem zit, ja, dan wordt er toch nog een beetje warmte vastgehouden. Maar goed, dat is op dit moment niet het geval. Een behoorlijk grote dagelijkse gang. En dat lijkt nog wel zeker tot het laatste weekend van de maand maart eh, aan te houden. Mogelijk dat we vanaf 28, 29 maart. Het geeft vooral het Europese weermodel aan. Wat koude weer kunnen gaan krijgen met ook een wat meer noordweststroming. Dan zouden er ook wat buien kunnen gaan voorkomen. Het Amerikaanse weermodel ondersteunt dat uh, niet uh, helemaal. Maar we zien toch wel wat scheurtjes op lange termijn bij dat uh, hoge drukbolwerk. Nou, als we nog even naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gaan, naar Amerika. Daar heerst ook droogte. De vorige keer had ik het vooral over de droogte in Californië. Maar we zien ook vooral droogte boven het Midwesten van uh, Amerika. Dat is daar ook niet zomaar verdwenen. We zien daar wel na het komend weekend een depressie opkomen. Dan kunnen er vooral in ja, dit gebied van Amerika flinke buien gaan ontstaan. Er kan dan best veel regen vallen. Maar ja, dat is echt een druppel op de gloeiende plaat. Je moet toch wel een wat langere periode van wisselvallig weer krijgen om daar ja, de droogte een beetje op te heffen. Maar dat ziet er niet naar uit. Want. Uh, in de loop van volgende week komt daar alweer een nieuw hoge drukgebied met een langere periode van droog weer. Mogelijk pas weer eind maart voor het midwesten van Amerika. Wat serieuzere regenhoeveelheden. Daar dus uh, droogte. En ook in uh, onze omgeving in West-Europa en Nederland blijft het voorlopig toch wel aan de droge kant.